dansen? We proberen het gewoon. En alles wat we proberen, zal meestal lukken. De andere band, Talik, daar hebben we salsa. Ja, hebt u dat ooit gedaan? Ja, maar ik geef helemaal... Ik heb wel eens ooit geprobeerd, maar ik geef niks op salsa. Echt niet? Nee, ik vind het op een gegeven moment zo eentonige muziek. Ik hou van afwisseling. En dat vindt u hier? Ja, ja. En wat hebben ze hier voor muziek? Rock, soul, van alles. Kunt u daarop dansen? Volgens uw zoon kunt u dat? Denk het wel. En heb je daar ook speciale schoenen voor aan? Maar slippertjes. Slippers. Maar die kennen uit, hè? Die kennen uit. Oh, die kennen uit. Blote voeten. Eventjes helemaal niks. Even helemaal ontspannen. Hele leuke entourage hier. Lekker nog een beetje het zonnetje in mijn nek. Wel eerlijk zeggen, vanavond gaan we niet dronken worden. Hoe komt het? Nou, de consumpties, ik geloof €5 plus voor dit glaasje. Maar verder mag het de pret niet drukken. Ken je dansen? Niet heel goed. En met mijn schort dan al helemaal niet. Want ze gaan dadelijk daar salsa spelen. Ik heb geen tijd voor, ik moet frietjes bakken, hè. Dus ik, ja, maar met losse heupen toch, of ja, maar dat doe ik iedere keer als ik ticket inloop. Dan gooi ik de heupjes los. Dus het lukt aardig, maar wel op mijn kraampje. Dus, Maar kende je salsa? Hebben jullie salsa schoenen, dansschoenen aan? Nee, man. Ik kom niet voor de salsa. Wat dan voor? Ik moet de dingen sponsoren, hè? De Bavaria. Ja, nee, dat is een goede taak. Dus eigenlijk kom je een beetje vrijwilligerswerk doen vanavond. Nee, ik kom drinken. Ik heb het ook geleverd en ik moet het ook opdrinken, hebben ze gezegd. Dus, Ik zag de schoenen. Ik denk, ja, die gaat salsa dansen. Wij samen dan. Oh, dat lijkt me leuk. Ken jij dat? Nee. Ik ook niet. Nou speelt hier aan de andere kant dadelijk een salsa band. Heeft u leren dansen en ook salsa leren dansen? Nou, we hebben dus uiteraard dansles gehad en er zat ook een stukje salsa bij. Maar ja, de leeftijd, de heupen, de versleten heupen en de versleten werveltjes en zo. Dus dat zit allemaal niet meer zo fris in. Maar hier zit het toch wel, of niet? Hier zit het wel. Nou, ik hoop dat het hier nog heel lang mag blijven zitten. Gooi die heupen los, zou ik zeggen. Laat even kijken, hoe doe je dat? Ja, dan doe ik er gewoon een beetje zo, hè. Dus, ja. En soms ook paaldansen, hè. Dan ga ik hier aan die paal hangen. Oh ja. Maar dat doe ik pas als niemand kijkt. Dat doe ik niet voor de televisie. Dat doe als iedereen naar huis is. In huis en in de slaapkamer. Oh ja. Ja, daar laat ik alleen mijn vrouw van genieten. Ja.